Yo, kijkers van Roosjes Wereld. Leuk te kijken naar deze nieuwe video. Want ik al zei van, ik heb niet gegarandeerd dat ik mijn geluid heb gefixt. In de gemeenschap en bouw, wat heb jij een mooie nek. Oké. Vampiers, natuurlijk. Ik weet nog niet of ik zelf een vampierenfamilie wil hebben. In ieder geval ben ik nog zwanger. Voor een kindje. Eten voor twee. En Kevin is geïnspireerd. Maar ik moet hem af en toe volle snelheid zetten, anders komt het nooit af dat ze klein klaar zijn en slaapjes doen. Ja jongens, ik kan mijn mijn neus aan raken. En Kevin is vandaag als eerste wakker. Hey Kevin, welkom wakker. Waarom staan deze niet in de koelkast? Openen. Kijk, ik heb nu drie maaltijden staan. De BLT. Tuinsalade. En roeiei met bacon. Hoe lang moet ik nog slapen? Hoe lang heb je zo'n honger? Openen. Een postje pakken. Zo, dan mag ze ook gelijk gaan eten. Want wat ik niet wil gaan cheaten is hun behoeftes. Want dat vind ik minder leuk. Laat ik dat zo zeggen. En daar komt mijn meisje. Ik denk dat ik deze naar de volgende aflevering ga verhuizen. Of ik ga gewoon een nieuwe uitzoeken met jullie. Dat ga ik eigenlijk wel doen nu. Ik vind deze wel leuk. Eén slaapkamer, één wc. En een grote slaapkamer gelijk. Dit is ook een groot huis, denk ik. Hey, op een leilijn. Twee slaapkamers. Dat ziet er wel een leuk, als een leuk huis uit. Ga een kavel niet plaatsen in deze modus. Nou, doe ik hem even zo opslaan. Gaan we even naar de bouwfunctie. Naar mijn bibliotheek, daar heb ik hem opgeslagen. Deze. Even kijken, is die wel groot genoeg trouwens? Gemeubileerd. Ik wil hem graag plaatsen. Dank u wel, alstublieft. Nou, ik heb dus het nieuwe huis gevonden. Iets duurder dan het vorige huis. Oké, en een paar voorwerpen verwijderd, maar dat maakt niet uit. Nou, maken we wel even een weggetje er naartoe. Die moet ik even stenen hebben. Nou, doe deze maar. Nee, deze is leuker. Dat is er ook meer bij. Zo. Dan ziet het tenminste niet een B heel erg raar eruit. We hebben gelijk een grote wc erbij. Een grotere keuken.
Dat hebben ze trouwens leuk gedaan, dit. Een soort laag stukje voor de woonkamer. Ja, dat hebben ze leuk gedaan. Bad, een wc. Een mooi bedje. Kinderkamers en een volwassenkamer. Oeh, de studeerkamer is bij heel groot. Maar hebben wij ook een schildersezel in het huis? Volgens mij niet. Dan moet ik die wel even kopen. Die kan ik best via die kopen. Via hier. Wacht even. Waarom hangen deze überhaupt buiten? Zo. Dit kan ook niet meer geplaatst worden. Kan ik deze plaatsen? Ik kan deze op zich wel plaatsen. Lijkt het gewoon een schuur. In een flitsfotostudio. Oké, juist. Ik had een schildersezel nodig, Roos. Schildersezel. Waar zal ik die eens neerzetten? Moet ik die gewoon boven neerzetten in de studiekamer? De studiekamer kunnen we altijd nog omtoveren tot een kinderkamer natuurlijk. Want hij is... Of gewoon een gedeelte eraf halen voor de... studiekamer houden. En de rest gewoon weg. Want ja, het ziet best wel gewoon goed uit, weet je. Deze waskamer kan je ook in principe nog kleiner maken. Zou je in principe zo kunnen doen en zo. Of zo. Zo gewoon een stukje hier afhalen en daar een kamertje van maken. Dat je gewoon wel iets minder slaapkamer hebt. Maar dan wel een tweede kamer. Dat je dan hier ook bijvoorbeeld een muur zet. Dat je dus nog twee kamers, zeg maar, hebt, zeg maar. Zeg maar, zeg maar. Zo. We zijn dus nu al in één keer weer verhuisd naar een nieuw huis. Maar ook veel beter. Veel ruimtelijker. Openen. Een postje pakken. Want ja, zij moeten wel gewoon goed eten. Wat ga jij doen? Trollen op fora. Nou, jij gaat gewoon dan lekker. Niet trollen op lololololo op fora. Je gaat boek hervatten. Schrijven. Het is veel beter om je boek te schrijven. Ik ben aan het eten. En zodra zij klaar is met eten, gaat zij weer kindertv-programma's kijken. Naar een zender kijken. Kinderzender. Ik weet dat Kevin dat niet leuk vindt in de Sims. In het echt houdt hij er wel van. In de Sims houdt hij er niet van. Ze gaat eten en tv kijken tegelijk. Is ook helemaal best. Ik ga eventjes versnellen.
En ze is niet eens zwanger, ze heeft geen eens zwangerschapsmisselijkheid gehad. En zo te zien is die weer aan het trollen op fora. Genreboek schrijven. Kort verhaal. Dus het andere verhaal af. Ja, die is af. Die gaat naar haar inventaris. Totale voorkeur. Nee, die hebben we al gehad. Pokémon de serie. Seizoen 1. Hoppa. Zij moet eigenlijk gaan schilderen. Klassiek schilderij. Nee. Pop art. Ja, pop art. Ga maar een grote pop art schilderij maken. Dat kan je nog wel, meisje. Om lekker versnellen weer. En Kevin is ook weer een level omhoog met schrijven. Kevin kan nu gedichten schrijven. Hij kan ook liefdesmails naar andere sims sturen. Ah, liefdesmails heeft hij helemaal niet nodig. Nou, dat was wel heel snel. Rosita. Deze moet je eerst in je inventaris plaatsen. En dan gaan we naar schilderen met referentie groot. Even kijken, wat gaan wij eens fotograferen? Ik ga dat op de foto nemen. Dat lijkt me een hele mooie foto eigenlijk. Zie je, en nu is, ben ik ook weer niveau 4. Op 1 klikken. Want zo. Rita kan nu realistische en abstracte schilderijen op een laag vaardigheidsniveau maken. En klassieke schilderijen op een gemiddeld vaardigheidsniveau maken. Oké. Hij is wel leuk geworden daarentegen. We maken alleen maar grote schilderijen. Klassiek pop art, realistisch. Groot. Ik moet wel opletten op haar natuurlijk. Want, want ik ben natuurlijk zwanger in de Sims. Hey. Hashtag zwanger. Er staat geen merk. Zo. Even kijken. Nieuw boek. Schrijven. Liefdesmail schrijven. Genreboek schrijven. Speelsboek. Cool. Pa. Gespannen, ambitieus, werkloos door gebrek aan werk. Ik moet niet alles te snel willen, Rosita. Ze is aan het eten, dan moet ze alleen nog naar de wc zo.
gebruiken. Ik kijk trouwens wel heel veel kindertv met haar. Even kijken, waarom ben je gespannen? Je moet eten. Dan ga je even lekker wat uit de koelkast pakken. Openen. En we eten... Nee, zo gaan we eten. Een portie pakken. Introvert. Grappig doen met Rosita en... Oh ja, met Rosita. Die kan ik wel vastzetten. Dat doen we sowieso nog wel een keer. Maar... Wacht eens even. Je hebt flirterig. Je kan nu een flirterig boek schrijven. Die... Schrijven. Liefde. Die gaat daar naar. En die gaat naar haar. Zo. Hoe laat is het dan? Oh, ben ik al zo moe? Maar natuurlijk, zij is natuurlijk zwanger. Dus ja. En als jij dan even wat gaat eten. Had ik al net gezegd dat je mocht eten. Openen. Een postje pakken. Mag ik stoppen met schrijven? En dan mag je na het eten, mag je lekker naar bed toe. En dan ga je weer verder slapen, meisje. Zo. Bedorven BLT. Emotionele aura. Dit voorwerp biedt geen emotionele resim in de buurt te zijn. Oké. Dat doe ik wel. Is het nou weg? Nee, het wordt nog niet weg. Zo. En dan wil ik hier deze aflevering stoppen. Ja, en dat zien wij in de volgende aflevering. Het is heel erg spannend deze aflevering. Oh, wauw. Vlak voor ik ga stoppen komt Vladislaus langs. En ik ben benieuwd wat hij gaat doen bij ons. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken. Abonneer hier voor meer hier beneden. En ik zie jullie bij een nieuwe aflevering hier op mijn kanaal. Laters mensen.